Som 10. Deze ga ik niet klassikaal bespreken. Dus hier is een filmpje van. En ik heb het zo gedaan, ik weet niet of jullie het kunnen zien, dat je kunt scrollen. Kijk, hier staat duidelijk A. Dus als je scrolt, dan kom je de A tegen. Dat is A, B en dan kan je hem heel makkelijk stopzetten. Hè? Dus je kan meteen scrollen naar de vraag die jij wil zien. Het gaat met name over hoe schrijf je het op. Nou, daar gaan we. Want je moet hier wel weten dat bijvoorbeeld dit een keer is. Hè? Dit betekent keer. En verder kunnen jullie dit wel. Wat ik heel veel fout zie gaan is dit. 6 keer 5 is 30. En dan zelfs plus 9 is 39. Of soms nog wel een nieuw sommetje. 30 plus 9 is 39. Zo mag je het niet opschrijven. Dit is gewoon niet goed. Sowieso mag dit niet. Want je plakt hier alles achter elkaar. Maar je moet echt. Even kijken, ik ga even alles wissen. Je moet het onder elkaar uitwerken. Nou, dat heeft ermee te maken, is voor later gewoon heel belangrijk. Ook als je met negatieve getallen gaat rekenen, anders kom je echt in de knoei. 6 keer 5. En dan kan ik maar beter met deze makkelijke sommetjes jullie aanleren. 6 keer 5 is 30. Dus met de makkelijke sommetjes leer ik jullie aan hoe je het op moet schrijven. En als je dat goed op kunt schrijven, dan kun je naar de moeilijkere sommen toe. Zo, 9 plus 30 is 39. En dat is hoe je het steeds op moet schrijven. Dus alles haal je naar beneden. Dan gaan we naar B. 9 plus 3 moet als eerste, want dat staat tussen de haakjes. Nou, altijd eerst overnemen natuurlijk. 9 plus 3 is gelijk aan 12. Dan neem je de rest over. Er moet nog een isje achter. Dus er staat 12 keer 7 min 80 is gelijk aan. Nu doe je eerst 12 keer 7. 12 keer 7, dat gaat voor. 12 keer 7, nou ik doe dan 7 keer 10 is 70. En 7 keer 2 is 12, 14. Dus zo kom ik uit op 84. En de rest neem je weer over. Dus die min moet naar beneden, die 80 moet naar beneden. En dan krijg je het sommetje 84 min 80. En dan kom je al op de basisschool. Dat is 4. Dan gaan we naar de volgende, C. Het eerste wat je hier moet doen is keer. Het eerste wat je hier doet is keer. Dus je doet eerst 2 keer 8 is 16. Kijk, die figuren en die kleur zo erbij, dat hoef je niet te doen. Dat doe ik voor de uitleg, maar het mag wel natuurlijk. Ik zou alleen niet te veel met kleurtjes werken, want dat kost je te veel tijd. Wat je ook kunt doen, is dat je zegt, nou, ik markeer gewoon dat ik dit eerst doe. Met zo'n markeerstift die jullie hebben. Dat mag ook. Hè? Dus dan zal ik dit even weggeven, want anders wordt het wel heel veel ertussen zo. Hoppatee. Dat je zegt, ik markeer het, dat vind ik fijn, dat vind ik ook goed. Je mag het ook gewoon in je hoofd bedenken. Dit is 16. En nu moet je niet opgeschreven 20 min 16 is. Nee, alles wat boven staat, haal je naar beneden. Alles. Zo. En dan krijg je 20. Dit, als het een hele lange som is, mag deze stap in één keer hoor. En anders doe je 20 min 16. Dat is 4. 4 min 4 is gelijk aan 0. Gaan we naar de volgende. We zijn al bij D. 8 plus 3 keer 7 plus 2. Nou, het eerste wat je hier moet doen, is wat er tussen haakjes staat. Dat is nou eenmaal de regel. 7 plus 2 is 9. Dan gaan we terug. Dan krijg je dus 8 plus 3 keer 9 is. Nu niet eerst 8 plus 3 gaan doen. Dan gaan er veel doen, denk ik. Nee, keer gaat voor. Dus je krijgt 3 keer 9 is 27. En dan haal je alles naar beneden. Dus je krijgt 8. Plus 27 is gelijk aan 35. En dan ben je er. Dus het eerste wat je doet is tussen de haakjes. Dat was 9. Dan neem je hem helemaal over. Hè? Gewoon helemaal zo overnemen. Alles wat er staat neem je over. Die puntje hoef je niet te doen. Dat doe ik voor de uitleg. En dat doe je niet eerst 8 plus 3. Nee, want keer gaat voor. Dus je doet 3 keer 9 is 27. En 8 plus 27, dat is al 3 tot aan de 30. Ik moest er 8 bij doen, dus we gaan nog 5. Voorbij de 30 en zo komen we op 35. Dan gaan we naar E. Dit mag in één keer. Dat is zo fijn. Want tussen haakjes zit in dezelfde laag. Dus je mag in één keer hiervan maken 11 keer. Die neem je over. 4. Dat mag in één keer. En dat scheelt je weer tijd, hè? Dat scheelt je weer tijd. Nou, hoe kun je het anders doen dan als je twee paar haakjes hebt? Dan werk je gewoon van links naar rechts. In deze situatie, als ze los van elkaar staan. Dit is 11, dus dan krijg je 11 keer 8 gedeeld door 2.
als die haakjes er niet stonden, moest je eerst 11 keer 8 doen. Maar die staan er wel, dus doe je eerst delen. En dan krijg je dus 11 keer 4 is 44. Is gelijk aan 44. F. 20 plus 64 gedeeld door 8 gedeeld door 4 is gelijk aan. Eerst wat er tussen haken staat. 8 gedeeld door 4 is 2. Dit maakt uit hoor, anders moet je eerst door 8 delen en dan nog eens door 4. En nu deel je maar door 2. Ja, dus je deelt door iets kleiners. Als je iets kleiners deelt, is het antwoord groter. Maar goed, dat krijg je dan nog wel. 20 plus 64 gedeeld door 2 is. Nou, 64 gedeeld door 2 is 32. En dan neem je de rest weer over. Die stippeltjes doe ik voor de uitleg. Hè, hoef je niet te doen. Ik vind het ook slordig maken, maar ik doe dat voor degenen die het niet goed begrijpen hoe ik nu op moet schrijven. En dan kom je uit op 52. De stippeltjes hoef je dus niet te doen, de pijlen ook niet. Maar wat ik jullie wel adviseer is, als je het moeilijk vindt, doe dan wel eventjes zo iets eronder zetten. Hoeft niet zo mooi accolade te zijn, ja mooi, hoeft niet zo accolade te zijn, maar wel je aangeeft welke je eerst doet. G. 20 min 64 gedeeld door 8 gedeeld door 4. En dat is die andere waar ik net over had. Bij deze is het bij plus, maar dan zie je staan 64 gedeeld door 8 gedeeld door 4 en dan staat er een stukje tussen haakjes. Hier niet. Dus hier moet je van links naar rechts werken. Nou, hoe doe je dat nu? Het eerste wat je moet doen is delen. En dan de eerste die je tegenkomt. Daar begin je mee. Dat is deze. Dit is dus 8. En dan neem je de rest over. En dan krijg je 20. Die haal ik naar beneden. Dan haal ik de min naar beneden. Gedeeld door haal ik naar beneden. 4 haal ik naar beneden. Nu ga je als eerste doen 8 gedeeld door 4. Want dat is delen, dat gaat voor, dat is 2. En zo kom je dus op het antwoord uit. 20 min 2 is gelijk aan 18. Dus je doet eerst 64 gedeeld door 8. Want dat is, delen gaat voor, maar dan pak je de eerste die je tegenkomt. Dus 8 gedeeld door 4 is 2. 20 min 2 is 18. En dan ben je er. Tot slot H. Dat is een lange som. En hier zie je haakjes in haakjes. Ik denk dat dit er eentje is waar jullie naartoe verder spoelen. 2 plus 6 moet eerst, want je hebt hier de situatie van haakjes binnen haakjes. Dus we kijken eerst deze som, dit stukje gewoon, wat er tussen de haken staat. En dan gaat binnen die haken, kijk maar, je moet het eigenlijk zien als zo. Het stukje binnen de haakjes moet je eigenlijk zo zien. Dit staat eigenlijk tussen de haken. En als we naar deze som zouden kijken, dan zou je eerst doen 2 plus 6, want dat staat tussen haakjes. En dan zou je dus krijgen 16 gedeeld door 8. Maar dit stond er niet. Dit stond er niet, dit stond er. En dat betekent dat hiervoor ook nog iets moet staan. Zo. Maar let nu goed op, dit stond tussen de haken. Deze haak heb je al weggewerkt. He, die zijn al weg, maar deze haken moet je wel mee overnemen. Anders ga je de volgorde veranderen tussen stap 1 en 2. Dus neem de haken die er staan mee over. Deze haken hoef je niet mee over te nemen, want die heb je al weggewerkt. Maar deze en die buitenste, ja, die moet je nog wel doen. Want die haken geven aan, hey, let op wat die tussen staat. Moet eerst, voor je de rest gaat doen, eerst dit doen. Nou, dan gaan we dat doen. Hè? 16 gedeeld door 8 is gelijk aan 2. En we gaan de rest weer overnemen. 6 min 3 keer 2 is. Dan krijg je 6 min 6. En dat is 0. Even kijken, 16 gedeeld door 8 krijg je. Dat is 2. Ja, dat klopt. En dat is som 10.